En 3 dagen geleden, slechts 3 dagen, 72 uur, zaten wij daarboven in het klaslokaal. En hadden jullie, denk ik, nog geen voorstelling kunnen maken van de 3 dagen zoals ze nu zijn geweest. Misschien voor jullie voelt het ook wel als 3 weken, kan ik me voorstellen, maar het waren echt maar 3 dagen. In 3 dagen hebben jullie onder leiding van de coach van Vellet, die ik daar enorm dankbaar voor ben, een enorme ontwikkeling laten zien. Jullie begonnen, zoals elke opleiding begint, in je burgtenu, spijkbroek, zoals ze dat mooi noemen. Hier binnengekomen, meteen aan de bak met een opdracht. Je krijgt je uitrusting en heel snel gingen jullie op pad. In de eerste 24 uur hebben jullie al maximaal moeten samenwerken. Je moet inzetten, inspanning moeten leveren, moeten samenwerken. En dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Op verschillende momenten zijn wij als kadergroep aanwezig geweest de afgelopen 3 dagen. En gedurende die 3 dagen zagen we stijgende lijn tot het moment waar we nu staan. En daar zijn wij enorm trots op. En daar mag je ook vooral zelf enorm trots op zijn. Het feit dat jullie hier met z'n 14e staan, en daar wil ik nog 1 opmerking over maken. De club is met 15. 1 collega's moeten afhaken vanwege medische omstandigheden. Ook die heeft net zoveel inspanning geleverd. De dagen dat hij aanwezig was, gaat om aspirant Mendoza. En wij hopen ook dat hij snel weer bij jullie club kan aansluiten en de rest van de opleiding kan vervolgen. Deze 3 dagen zijn het begin van een mooie loopbaan bij de Rijksinscribus Nederland, de afdeling Koninklijke Marche Chaussée. En op dit moment, weliswaar nog als aspirant, want jullie hebben nog een lange weg te gaan, zijn jullie er onderdeel van. En jullie zijn van harte welkom. Dames en heren, als u goed gelezen heeft, afgelopen weken in de media, verschillende berichten ook geweest, dat wij onderbezet zijn en dat wij operationele capaciteit op alle 3 de eilanden hartstikke hard nodig hebben. En hier staan jullie. En jullie zijn hartstikke hard nodig. En over ongeveer 9 maanden, januari 25, dan hopen we dat we met deze club weer hier staan. Nog een feestelijk moment om jullie diploma's in ontvangst te geven. We gaan een bijzonder traject in met elkaar. Het is voor het eerst uniek, dit traject, dat wij een deel in Europees Nederland gaan doen op het opleidingscentrum van Koninklijke Marche te Apeldoorn. Waarin jullie 3 maanden al daar een opleiding gaan volgen. En rondom juli van dit jaar weer terugkeren naar locatie Bonaire om het vervolg, de laatste 6 maanden van de opleiding, te gaan volbrengen. De afgelopen 3 dagen zijn we op reis geweest. Een reis die begon met onzekerheid, heel veel wc-papier voor heel veel Bonaire. Wat bedoel ik daarmee? Tijdens de tassencontrole hadden deze aspiranten heel veel wc-papier meegenomen. Ik weet niet waar ze deze wc-papier vandaan hebben gehaald, maar tijdens de tascontrole kwamen we daarachter. Maar vastberadenheid om onze grenzen te verleggen en samen als team te groeien. En vandaag, terwijl we hier staan, uitgeput, maar triomfantelijk, ben ik vervuld van een enorm gevoel van trots en dankbaarheid. Gedurende deze bivak hebben we opmerkelijke vertoningen gezien van veerkracht, leiderschap en kameraadschap. Ieder van jullie heeft op zijn eigen unieke manier bijgedragen aan ons succes. We zijn hier trots op jullie. Ondanks af en toe tegenslagen en taalbarrières wankelde deze nooit. In plaats daarvan omarmden ze elk obstakel als kans om uit te blinken. Jouw vastberadenheid, discipline en uitzonderlijke communicatieve vaardigheden hebben we niet alleen bewondering van je collega's verdiend, maar ook de erkenning van onze hele team. Je hebt ons laten zien hoe echte veerkracht eruit ziet. Je hebt aangetoond dat met doorzettingsvermogen en vastberadenheid alles mogelijk is. Ik wil naar voren roepen Danielle Castro. Als het team van Vellet willen we jou eigenlijk bedanken voor je inzet. Vanaf dag 1 hebben we jouw kracht kunnen zien als leider. Ondanks alle tegenslagen die je kreeg gedurende bivak. Dat er zelf teamleden van jou wilden weglopen. Stond je daar. Stond je daar om jouw leiderschap te laten zien. Wij zijn dankbaar. En zeker trots op jou hoe je tijdens het lopen zelf begon te schreeuwen om je teamgenoten te bemoedigen. Dus we zijn trots en je bent zeker wel een voorbeeld voor al onze
leden die hier staan. Wow. Masha Pabien, en ook namens onze afdeling, omdat je de best woman van deze lichting bent, wil ik jou overhandigen onze eenheidscoin voor deze enorme mooie prestatie. En daar mag jij heel trots op zijn.